Afgezien van het feit dat er ergens op de wereld mensen zijn die geen geld hebben om vuurwerk te kopen. Ik heb vuurwerk gekregen van kijkers, dus dik shout-out naar Noah en Dikito voor deze awesome vuurwerks. Wow, look at this, it's a big bomb. En het is zomer en er zijn veel toeristen, dus met deze leuke bommetjes ga ik veel leuke dingen kunnen doen. Oh hell yeah. Vandaag dus de lang verwachte skate video. Dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog bij fucking 25.000 likes. Zo doe ik al een paar twee skaten met deze. Wow, dan kunnen we inbreken in het skatepark van Blankenberg die nog niet klaar is. Dan kunnen we daar al een beetje gaan skaten in een skatepark die nog niet af is. Ik denk dat dat wel vet is. Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog. Ik ben Ace en ik zou zeggen, let's go. Hey dames en heren, welkom. Ik heb een nieuwe zonnebril, check dit. Gekocht in de nachtwinkel voor 2 euro. Ik bedoel, dit zijn koopjes. Vandaag dus de lang verwachte skate video. En vandaag gaan we niet pussy doen. Vandaag gaan we niet doen als in de vorige skate video. Dat ik skate 3 ga spelen. Vandaag ga ik jullie tonen dat ik wel nog kan skaten. Op een andere manier. Waar ik eigenlijk gewoon een pro ben. En dat is skate motherfucking 3. Oh, dit spel is zo legend. In dit spel kun je altijd de trucjes doen dat je... Vandaag gaan we echt skaten. Ik ben gaan skaten. Ik heb gefilmd met mijn telefoon omdat ik mijn camera thuis was vergeten. Maar oké, iPhone kwaliteit is nog altijd redelijk goed. Laat ik beginnen met het verhaal, want anders ga ik de video niet volledig kunnen maken. Want jullie gaan wel zien wat ik ga doen, oké? Smash zeker een duimpje omhoog, let's fucking go. Dus, enkele dagen geleden ging ik skateboarden met enkele vrienden. Toen zette ik dit filmpje op Twitter. Iedereen ging redelijk crazy en zei van ja, maak skatevideo, ga skaten, bla bla bla. Toen zijn we dus echt naar het skatepark gegaan omdat ik zin had op de skateboarden en toen heb ik deze video gemaakt. Op dit moment dacht iedereen op Twitter dat ik een skatevideo ging maken. Dus ik had ook gezegd tegen mijn vrienden, hey, waarom maken we geen skatevideo? Er was redelijk weinig volk in het skatepark, dus we zijn gewoon beginnen filmen. We hebben allemaal leuke dingen gefilmd. En ja, dan zou ik zeggen, enjoy. Neem wat popcorn, neem wat eten, neem wat drinken. Doordat je niet stikt in je eten. En kijk gewoon leuk naar deze video. Als je niks snapt van skateboarden, dan moet je eigenlijk niks. Gewoon kijken wat ik doe. En ja, waarschijnlijk vind je het wel leuk. Ik vind skateboarden geweldig. En vroeger ben ik eens gestopt met skateboarden voor een hele lange tijd voor YouTube. En ik denk dat het nu tijd is om gewoon terug te beginnen skaten. Dus dames en heren, enjoy. Doe zeker een duimpje omhoog. Dan ben ik die skate. Ja, yeah, let's go. Stay hydrated, man. Stay hydrated. Allee, Lando, je moet echt filmen. Nee, man, vraag dat Joren. Ik ken een massa film. Ga je hem op YouTube zien? Ja, dat is goed. Wat? Hoe moet ik hem op wat doen? Zo. Wat zo? Zo film. Dag YouTube. De camera is net gevallen. Yo, oh. No, YouTube, Ace hier. Met vandaag een skate video, jee. Let's fucking go. Yo, oh, YouTube, Ace hier. Vandaag lang verwachte skate video. Smash zeker de duim omhoog. Dus smash de duim omhoog. Dus doe het. Like. En we gaan dus dit lijkt je hersen. Dames en heren. Like, let's go! Whoa, whoa, yeah, yeah, where are you now? Boom, 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 boom. Dan moet je even deze makkie chitten, hè. Duidelijk de bedoeling. Dames en heren, nooit roken. Blijf van sigaretten. Don't do this. Kijk, hier, ik rook niet. We gaan verder skaten. Hier is er een kleine vriend die ook aan het chillen is op het skatepark. Yo, wat is jouw naam? Yo, alles goed, man. Yo, loop niet weg, alsjeblieft. Ja, oké, okay, ja.
meer skate video's. Let's fucking go. Wow, wow, yeah, yeah. Where are you now? Dat is de definitie van slecht. Die heb je mij gegeven. Ik heb dat gegeven voor je verjaardag. Dat was niet waar, dat zou dat naar Brazilië ging. Omdat je wegging. Inderdaad. Orlando echt. Hij is al 2 jaar oud. Nee, nee. No, no, no. Je hebt een goed skateboard nodig. Maar stop met skateboarden op YouTube. Het is tijd om YouTube en skateboarden te combineren. Loop mee, loop mee, loop mee, loop mee, loop mee. Niet. Omdat het trucje niet lukt van de eerste keer of van de 10.000ste keer dat je moet stoppen. Ik wacht geen conditie meer. Yeah. Ik heb mijn enkel gebroken. Ik ga doodgaan. Doe het trucje, doe het trucje, doe het trucje. What the fuck, Lando? Man uit Brazilië skate op de kapotte plank. Go! Doe, nee, dat is het niet. Sorry, maar dat is het echt niet. Yo, je sukt balls. Wow, Ace, ik wist niet dat jij kon skateboarden. Waar heb je die shit geleerd? Kijk, ik kan niet meer zo goed skateboarden. Maar er was één trucje die ik vroeger zo vet vond. En dat was de hospital flip. A.k.a. de Casper flip. Dat is een hele vette truc. Sommige skaters zeggen dat het niet eens een truc is. Maar het is wel iets cool. Het is eigenlijk gewoon... Ik ga het gewoon uitleggen met een van mijn oude skateboards. Dit is een DJK plank met grizzly grip tape. Dus je gaat en je doet een kickflip. Maar in de helft van je kickflip druk je je voet tegen je bord. Sla je hem over en sta je weer op je bord. Het is dus een beetje een oldschool trick, maar dan gerevamped met een nieuwe truc. En dat was vroeger mijn lievelingstrucje. Ik kon die truc fucking veel. Ik kon hem redelijk goed. Ik had er super veel op geoefend. En ik heb hem gewoon opnieuw gedaan. En ik heb het gefilmd in fucking slow motion. Dus ik zou zeggen, enjoy. Holy shit, dat is dus de Casper flip. En ik vond het wel vet. Dat is de Casper flip. Dit is de hospital flip. Dat is toch wel een van de beste dingen die je nog kan. Vonden jullie dit nu een leuke video? Dan hoop ik. Ja, ik hoop eigenlijk echt wel dat jullie dit een leuke video vonden. Want ik vind het heel leuk om dit te maken. Ik skate heel graag. En ik vind het leuk om naar video's te maken. Dus dames en heren, willen jullie een nieuwe video? Dan gaan wij gaan inbreken in het skatepark van Blankenbergen. Smash dan zeker een duimpje omhoog. Bij 25.000 likes gaan we dat doen. Let's fucking go. Adios, bitches. Ja, you. En ik heb inderdaad hetzelfde t-shirt dan als gisteren. Omdat gisteren eigenlijk ook van de... Ja. Hello. Well, I'm a bit sad with Sam Pepper because I said that I